Boys vijfde met 7 jaar. Finale rit nummer 7. Dan ga ik aan jullie voorstellen. Namens Ammezode, Wes Strik. We gaan naar Veldhoven met Bessel van de Roosemalen. Wij gaan naar de Flying Birds met Tijmen Nolan Meijer. Geldermalsen met Thijs Blom. We gaan naar de FIFO-Cosses met Luca de Rooij. BMX Apeldoorn met Bram van Essen. All Stars BMX Nederland met Dien Vermeulen. En Unitas Assen met Toby van S. Succes! Oké, zijn we vertrokken met de finale. De toekomst van de BMX. De muziek lijkt even weg te vallen. Misschien dat er nog wat aan wordt gedaan. Ik hoor inmiddels alweer wat muziek. Wij gaan kijken naar plaat nummer 34. Hij kwam daar vanaf de buitenkant. Maar hij had de snelste start. En dat is Luca de Rooij. Oh, daar gooit hij de deur dicht. En moet van S gelopen even onder goed nemen bij plekje nummer 2. En daarachter gaan we naar de man van Olsen BMX Nederland. Dan gaan wij naar Dien Vermeulen. Hij zit hier op plekje nummer 3. Met van S daar nog eens bij in 4. En dan gaan we kijken hoe het veld zich gaat ontwikkelen. Van S was eigenlijk de hele dag de snelste man. Maar deze finale lijkt de Rooij even goede zaken te gaan doen. Het lijkt in ieder geval een mannetje uit het hoge noorden te gaan worden. In dit geval Appingedam hier op plekje nummer 1 van Essen. En dan hebben we Vermeulen. Dan hebben we de 153 plaat van Bram van Essen. En dan kijken we ook naar plaat 161. En dat is het nummer van Wessel van Roosmalen. Namens SCV Veldhoven zit hij daar op plekje nummer 6 inmiddels. Want ook Geldermalsen komt daar nog voorbij gezet. Wij gaan vooraan kijken. Luca de Rooij gaat hem eens pakken bij topcompetitie ronde nummer 1. En voor Tommy van S. En mee naar het podium op plek nummer 3. Dien Vermeulen. Moving into my skin.